Weet je het nu? Ja, een aansteek lijkt het op. Maar als ik hem aandoe, dan zal je zien dat er twee pitten in zitten. Twee pitten zitten erin. Wacht even, kijk. Kijk, nu branden er twee pitten. Ik hoop dat de camera het kan zien. Twee pitten. En daarboven zitten lettertjes. En die lettertjes kun je er zelf in doen. Nou, wat is het voordeel van dat ding nou? Dat je vandaag de dag, juist, nou kijk, die laat je even rood gloeiend worden. En wat doe je als die lettertjes rood gloeiend zijn? Dan pak je die bal, want die tennisballen zijn altijd zoek. En dan druk je dat hier op de bal. Nou, moet u eens kijken wat erop staat. Kijk, nu staat er een tennisbal. FO, dus dat zijn mijn initialen. Nou, dit kunt u gebruiken voor gereedschappen, voor alles. Met uw eigen letters. U krijgt uw eigen letters mee. Alle mensen uit Eerbeek, zo'n dingetje voor u. En ik denk dat nu de chaos een beetje gaat ontstaan, want normaal laten wij de cavia's of de marmotten voor één paar lopen. We laten ze nu voor twee paren lopen. Ik zou zeggen, kom mee, we gaan kijken bij de cavia's, marmotten, Chinese biggetjes, hoe ze ook mogen heten. Loop maar mee. Ja, het wordt een beetje dringen hier met z'n allen, met Joke, Herman, Monique en Robert-Jan. Nou, moet je eens kijken, hè. Die baan, hij was altijd zo klein, hè. Het was altijd zo vlug afgelopen. We lieten die beetje zo lopen en het kan eigenlijk veel langer duren, vandaar dat we de baan een beetje vergroot hebben. Meneer Van Rijssen, komt u er eens bij. Ik wil u vragen welke lieve cavia's u meegebracht heeft. Ik heb bij me Simon Tamata, ik heb mevrouw De Bok, ja. Jos Brink, ja. Vanessa en Mieke Touwkamp. We beginnen maar met jullie, hè? Wie willen jullie? Nou, voor mij is de keuze niet zo moeilijk. Ik neem Vanessa. Is... Jij denkt, dit is mijn kans. Hoe die het zegt, ik neem Vanessa. Oh, we hebben gelijk, hè? Ik neem Vanessa. Gaat niet door. Dan moet je eens kijken wat daarop komt. Kijk eens. Vanessa, jij moet gaan lopen, maar ik ben bang dat de mensen zien wat je gaat doen. Vandaar dat ik hier een paar blinddoeken heb meegebracht. Ik zou je willen vragen of ik jou zou mogen blinddoeken. Als je nou even zo erbij draait, dan zien de mensen duidelijk... Zie je niks meer? Nee, helemaal niet. Je ziet helemaal niks meer. Even excuus voor je haar. Zo. En ik denk, Herman, dat jij Vanessa het liefste zelf er even inzet. Ja. Hier door de poort. Door de poort. Hier is een deurtje. Herman, alleen maar door het deurtje, hè? Zij alleen. Vanessa, de muziek gaat mee, daar ga je. Vanessa, lopen. Kom. Dankjewel, Vanessa. Nou, het zou kunnen. Maar, luister. Zijn jullie tevreden? Want jullie hebben precies hetzelfde. Ben je tevreden met 650 piek of zeg je? Ik ga door. Wie hebben we nog meer, meneer Rijzen? Simon Telmaar. Mevrouw Telmaar, Jos Brink. Jos Brink. Jos Brink. Smalle heupjes. Jos Brink, kan dat? Wij willen Jos. Ben benieuwd. Jos Brink. Ik ben benieuwd. Ja. Kom bij Jos Brink. Hallo. Jos, ik vind het ontzettend leuk dat je ook gekomen bent. Je hebt jaren heb jij bij ons gezeten. Nee, je moet dat ding voor. Draai even om. Je moet hem voor. Waar moet ik dan naar de meekut? Ja, dat weet ik ook. Nee, je ziet er van jezelf zo goed uit. Je ziet niks meer, neem ik aan. Nee, ik mag niet. Dan moet het dan. Jij? Ja, tuurlijk. Joke, pak een beet. Jos, je hebt Joke. Wie is dit? Joke. Is dit Joke? Dat is Joke, ja. Oh, dit is Joke. Ben jij Joke? Ja, hoi, hoe is het? Kom. Ja. Jos, je moet erin. Nee. Bekken. Zakken. Ja.
even maar zeggen. Dank u vriendelijk. Meneer Van Rijssen, dames en heren. Ai, ai, ai. Lachen geblazen en ik kan tot mijn grote vreugde zeggen, dames en heren, dat zowel Joke als Herman paard 2 wat 1 is geworden en paard 4 Monique en Robert-Jan, dat ik mag zeggen dat jullie 1000 piek hebben verdiend. 1000 piek, maar een heleboel andere prijzen wat die prijzen zijn. Kom op, we gaan daar kijken. Gauw, kom maar mee. Het is echt nog nooit eerder gebeurd. We hebben dat nou 10 jaar gedaan, maar het is nog nooit gelijk geëindigd. En ik dacht dat het de juiste manier was. En ja, het is zo leuk dat het nou eens een keertje toch weer anders eindigt dan dat het vorige jaar is geëindigd. Het allerlaatste van ons programma met hier voor jullie de 1000 piek. En verder al die cadeaus helemaal zelf verdiend. Met daarbij, kijk eens wat Lieke hier geeft, nog dat bosje. Dat ja. Extra bosje. Hartelijk, aan Sam Druidspaar, dames en heren. Zij trouwen op over 14 dagen, 13 mei. En bij jullie kan ik zeggen, eveneens Joke en Herman, 1000 gulden, hier zijn ze. Bij jullie is het feest op 16 mei, 12,5 jaar getrouwd. Ook voor jullie nog een extra bloemetje. 2 winnende paren, dankjewel Els. En, brengt mij op een punt, dames en heren, dat ik u moet gaan zeggen. Ik heb aan het begin beloofd dat we nog zo'n videorecorder hadden, weet u wel. Ja, dat is nu lastig, hè, want dat ding kan je moeilijk in tweeën knippen. Maar hoe doen we dat nou? Is het één uit? Ik denk dat het, omdat het die allerlaatste is, dat de directie van de AVRO voor 1 keertje goed vindt. We komen nooit meer met het programma terug. Dat ik er eentje aan jullie geef en ook eentje aan jullie. Ik zou niet weten, misschien doe ik iets totaal fout. Ik zou niet weten hoe ik het anders moest doen. Maar dames en heren, ik wil u zeggen, met dit paar, deze 2 paren die vanavond hier de winnaars zijn geworden, dat ik na 10 jaar dat we de weekendquiz gespeeld hebben, u thuis in de huiskamer ontzettend wil bedanken voor het feit dat wij 10 jaar lang bij u mochten komen. En ik wil de AVRO danken voor de gelegenheid dat wij dat 10 jaar van de AVRO mochten doen. Wij hebben er ontzettend veel plezier aan beleefd en ik hoop dat u datzelfde heeft gehad. Ik kan me niet voorstellen dat er al mensen 10 jaar getrouwd zijn die destijds bij die eerste uitzending meededen en misschien al kinderen hebben van 9 jaar. We hebben veel plezier gehad, we hebben gepoogd mensen gelukkig te maken. En wanneer ik naast mij kijk met deze 2 paren, kan ik alleen maar zeggen, ik ben er heilig van overtuigd dat we hier 2 gelukkige paren hebben. Wat is mooier om zo afscheid te nemen. Dames en heren, dank u vriendelijk hier op de tribune. Tot ziens in welk ander programma.